Het uitgaanspubliek is de coronamaatregelen helemaal zat. Dit werd zaterdag maar weer eens onderstreept op de Leidse Lammermarkt, waar poppodium Gebroeders de Nobel een manifestatie organiseerde. Om de boodschap kracht bij te zetten, gaven ze de manifestatie de titel De Nacht Wacht. Het was aangekondigd als een vrolijke bijeenkomst en dat werd het ook, maar wel koud. Er waaide een gure wind over het plein waar zich zo'n 100 mensen hadden verzameld. Na de weliswaar nog beperkte heropening van restaurants en cafés is het nu tijd om tegemoet te komen aan het uitgaanspubliek. Dat vindt de organisatie die opkomt voor het uitgaanspubliek dat na 10 uur nog ergens heen wil of ergens wil blijven. Half februari volgt opnieuw een weegmoment door het huidige kabinet en wordt duidelijk of en wanneer de huidige beperkende maatregelen verder worden versoepeld of afgeschaft. Aanstaande zaterdag volgt een nieuw protest, dan openen in heel Nederland de nachtclubs hun deuren. In tegenstelling tot de manifestatie op zaterdagmiddag is dit volgens de geldende coronaregels niet toegestaan. In Leiden doen Gebroeders de Nobel, Club Kiki en de Wiebar mee met Leiden staat op.